Sí, señor ministro, aquí no se está Vinquinos. Entonces, aquí no es comida, es aquí para el segundo uso solar. Nos me se va tan corriente, pero nos tenemos un tiempo y nos vamos a ir para Roms para trabajar. Y nos vendrá en baile todo aquí en la solución. ¿Debo durar para el poco que me dieron yo? Lo que es aquí está, es de que está caminando de aire. Que me molesta, pero un momento te huele a ver, te huele a ver, te huele a ver, me siento constante, todo preciso, salto, que me está detectando diferente de aire constante. ¿De acción o de constante? Está mandando de señal, está mandando de un mail camera. E di insegnante mi vuole dire che l'altra cambia, vuole dire chi che dà, vuole dire che vuole dire delantavo per tua azione, per me che mi non molesta. E di tante età ti ha più confianza, ora non sentire l'ho di algo che hai. E tu vuoi registrare, puoi andare a fare algo, quindi la classe non ti vuoi rassinare con me. E chi di un'altra cosa sarà? Mas pronto possibile. Nessun maniera. Yes? Residential and industrial areas lie very close to one another in Rotterdam-Rijnmond. It's vital to guarantee a healthy and safe environment for people living in the region. Nevertheless, every now and then, local industry and vessels accidentally release noisome or dangerous gas mixtures. This may lead to feelings of unsafety or form a nuisance for nearby residents. Zijn dat nou stoffen die gevaarlijk zijn? Is het alleen maar een stankgolf die verder niks te betekenen heeft? Men wil gewoon graag weten waar die geur vandaan komt en wat het is en of het schadelijk is. The current air sampling network measures various contaminant levels in the air. It takes a lot of time to establish whether they actually present a risk of nuisance or danger, and the network can't always determine the precise source of the odor or particulates. The e-nose, however, can. This electronic nose is a compact measurement instrument that recognizes changes in the air's composition. An e-nose consists of four sensors that together provide all sorts of information on such changes. By cleverly distributing the e-noses throughout the port and industrial complex, it is possible to swiftly determine the location, nature, and intensity of possible odor nuisance and gas mixtures. This means that it becomes easier to quickly take action against the source. E-nose helpt ons in het duiden en objectiveren van wat er gebeurt. Vooral het objectiveren is interessant, want waar jij en ik heel gevoelig zijn voor geur, als we een ochtendhumeur hebben, hebben we er meer last van, heeft zo'n e-nose dat niet. Die geeft altijd dezelfde weergave van wat hij ziet. There are already 150 e-noses in the port of Rotterdam and its environs, and their number will increase to 250 in 2016. This so-called WeNose network was made possible in 2013 by the Port of Rotterdam Authority and is an initiative of various organizations, municipalities and private firms. For example, tank storage and handling company Vopak has already installed a number of e-noses at its site. We zijn dus in 2008 met een aantal e-noses begonnen om het eigenlijk te innoveren en te kijken van hoe het gaat werken. En we zijn dus samen met de leverancier, hebben we tot nu toe 25 op ons terrein geplaatst. En we hebben tussen de 12 en 15 e-noses geplaatst hier in de omgeving, op openbaar terrein. Vlak in de gemeentes Rozenburg, Maassluis en Briele. Zodat wij niet alleen in de gemeente, maar ook in de gebieden voor de gemeentes, zodat we echt een early warning lijn hebben daar. The e-noses are closely monitored in the control room of the Environmental Protection Agency, DMCR. Every time changes in the air's composition are recorded, DMCR goes in search of the source and underlying cause. Private companies can also access the collected information. Dit plaatje, dat wordt een dashboard genoemd, dat kan mij vertellen waar wij zitten, waar de wind vandaan komt, maar met name waar die naartoe waait en wat die uiteindelijk meedraagt. Stel, wij zijn een stof aan het reinigen die niet prettig ruikt.
En wij weten dat Brielle en Rozenburg er last van kunnen krijgen. Dan kunnen wij nu zien hoe groot de verwachting is dat het ook inderdaad die plek bereikt. Het linkerscherm ziet u dus dan, daar is een overzicht van alle e-noses op ons terrein en om ons heen. Het scherm aan de rechterkant, dat is een voorspellend scherm. Daarmee gaat met de manipulaties die we doen op de terminal, geeft een voorspelling hoe in de komende uren met de windrichtingen, met de manipulaties die we doen, eventuele geur zich kan gaan verspreiden als er geen andere acties genomen worden. En die acties kunnen hier dan ook onmiddellijk genomen worden voordat er overlast zou kunnen gebeuren. We zijn veel sneller geworden. Veel sneller en adequater. En we kunnen dus problemen voorkomen voordat ze er zijn. The WeKnows network helps to safeguard environmental quality. It enables companies to respond quickly and effectively to unwanted emissions and to take preventive measures. Close collaboration between companies and environmental agencies is of crucial importance. Wat mij betreft kan dit het beste werken als we samen met de DCMR kunnen afspreken dat we communiceren. We kunnen communiceren want we zien allebei hetzelfde. We zien allebei het lampje branden. Als we met elkaar kunnen afspreken, wij bellen DCMR zodra ons lampje brandt en zeggen van er is wat misgegaan hier, iemand heeft een deksloper getrokken. Wij onderzoeken of dat het terecht of onterecht is, dat we reageren. We bellen over 5 minuten terug. Dan is het de bedoeling wat mij betreft dat de DCMR bij een telefoontje van buitenaf kan zeggen van mevrouw of meneer, we weten ervan, we zijn ermee bezig. Als er zorg is, ik schrijf uw telefoonnummer op, ik bel u terug. Dat zou wat mij betreft het mooiste zijn. Daarna volgen wij op door, als we de zaak geregeld hebben, de DCMR te bellen en te zeggen, het was dit, niks aan de hand, het is voor elkaar. Bewoners die gaan nu klagen als ze wat ruiken. Het zou heel mooi zijn als dat niet meer hoeft, omdat bewoners weten dat als ze wat ruiken, dat er al wat wordt aan gedaan. Omdat die bedrijven inderdaad nu heel snel kunnen zien wanneer er wat loos is en ze heel snel daarop kunnen acteren. Misschien zelfs wel zo snel dat het nooit meer buiten de hekken van de bedrijven komt. By 2016, the network in Rotterdam-Rijnmond is intended to cover the entire region. At that point, the WeKnows network will consist of some 250 e-noses. With the aid of a so-called safety deal, over 30 e-noses have been installed in the southwest Netherlands region. This means that the networks in the Rijnmond area and Moerdijk are already physically linked. This clever positioning of multiple e-noses in a specific area makes it quicker and easier to locate emission sources. As a result, the networks can significantly contribute to making the port and its environs healthy, safe and attractive. De overlast voor onze buren is zeer naar beneden gegaan. En als je kijkt dat in 2012 nog hadden we meer dan 600 stankklachten. En we hadden zelfs in de 1 maand hadden we er meer dan 250. Is dat over het hele jaar 2014 is dat tot rond de 20 gereduceerd. Dat is ook het mooie nu waar we met z'n allen gezamenlijk mee bezig zijn. Met het opbouwen van het netwerk. Doordat we dat echt gezamenlijk doen. Hoor je ook de belangen van de bedrijven. Zie je ook de belangen van de bedrijven. En iedereen heeft ook respect voor de rol die moet spelen. Wij vanuit de gemeente Maassluis proberen natuurlijk ook voor onze bewoners op te komen. En zo zie je dat in dit proces al die belangen ook bij elkaar komen. En ontstaat er ook gewoon wederzijds begrip over de situatie. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid is het een hele goede stap die we nu maken door ruim 200 van die e-noses in het openbaar terrein neer te zetten in de hele Rijnmond. Zodat we inderdaad kunnen zien voor de burgers. Of er een issue is. En misschien kan als tweede stap daarna kunnen we dan zeggen dat de bedrijven dan ook een verantwoordelijkheid nemen daarbij.